Ja, nog 10 seconden. Nog 5 seconden. Wacht, nog 5. Ik denk dat ik hem al heb. Ja. Zoete zusje weer. En vandaag gaan we super leuk doen. Namelijk de slijmduik challenge. Yeah, we hebben 2 grote bakken met slijm. En wij mogen erin gaan duiken. Dus ja. Vandaag, ik ga even een duikhouding aannemen zo toch? En dan gaan we zo in de bak. Ik heb een hele bak met rood slijm. En ik met paars slijm. En papa gaat dieren in de bak doen. Ja. Die spetteren. Oh, sorry. En dan gaat hij zeggen welk diertje wij eruit moeten halen. Maar we kunnen natuurlijk niks zien. En dan kan je zo de hele bak door op zoek naar het juiste dier. Het is ook zwaar, joh. Dus we moeten gaan voelen welk dier het is. En als je de goede eruit haalt, dan heb je 1 punt. En wie de meeste goede dieren eruit haalt, en dat ben ik. Nee, dat ben ik. De winnaar van deze challenge krijgt straks deze schatkist. Oh, allemaal gouden later. Dus doe je best, hè, want dan kun je deze mooie schatkist winnen. Ja, ja. We gaan eerst een duimpje omhoog. Ja. Hoeveel zullen we doen? Er zijn 2 bakken, dus 2000. Gaan we dat halen, denk je? Ja, wel. Gaan we het proberen. 2000, dikke duim omhoog. Dus, klik op die duimpje. Draai hem al om. Ja. Wat is jouw lievelingsdier? Ja. Niet spetteren. Oh, sorry. Oké. Ik ben wel benieuwd hoor. Zit er een hond bij? Oké, nou ja, misschien zit er een hond bij. De dieren zie je niet meer. Mogen we omdraaien? Jullie mogen omdraaien. Okay. Yeah. Dus we gaan beginnen. Ja, zeg een dier. Het eerste dier wat jullie moeten vinden is. En daar krijgen jullie 1 minuut de tijd voor. Is een unicorn. Een unicorn. Ja, maar ik heb iets wat helemaal niet een dier is. Nee? Iets plats. En iets rots. Dit is een eentje. Dit is echt heel glimmerig. Is het een eentje tussen? Ik weet het niet. Maar dat, ik weet niet, dit is geen unicorn. Een unicorn net had. Nee, dit is een soort schildpad. Of zo. Oh nee! Oh, ik heb iets met een puntje. Ja? Nee, dat is niet. Ik denk, hè? Nee, dat is niet. Hoeveel tijd hebben we? Ik voel geen hoorn. Er zit een unicorn in, hoor. Weet je het heel zeker? Ja. Ik ga straks gewoon iets omhoog trekken. Ik denk dat ik hem heb. Ja, laten we zien. Ja! Is het hem? Ja! Ja! Oh, ik heb hem ook! Oh, heel goed! Ik dacht even dat het een eentje was. Ja, het is hem. Oh, 1 punt. Maar ik dacht een zoeken en ik voelde, kijk, dit leek ook echt heel erg goed. Ik dacht dat dit een unicorn was. Nee, dat is een kikker. Ik dacht dat dit een zoeken en ik voelde ik ook een puntje en ik denk, oh, dit is hem. Oh, nou oké, okay. Punt voor Saar. Ik had hem ook, hè? Je had hem wel, maar net te laat. Sorry. Oké, volgende. Zijn jullie klaar voor het volgende dier? Ja. Het volgende dier wat jullie moeten vinden is een schildpad. Ik weet hoe die voelt. Ja, ik heb hem. Heb je hem? Nu al. Ja! Ja! Ik heb hem. Nee. Ik had het eerste voelde ik deze. Nou, dat vind ik heel knap. Laat me zien. Hij is ook een beetje een gelukje. Ik vond een schildje, toen dacht ik al, dit is hem. Ik dacht, ik waag een kopje. Ik heb hem nog steeds niet gevonden. Nee. Hij zit er echt in. Maar ze zitten ook, schildpadden zitten ook in grote oceanen. Die zie je ook niet zo snel. Nee. Ah. Hier. Oh, joh, jij hebt gewoon iets met schildpadden. Ja. Dat betekent. Ja, wat betekent dat? Hey, toch nog. Weer een puntje. Voelt lekker, hè? Ja, als je een soort aan het bakken weer bent. Ik heb ook een beetje idee dat jij jaloers bent, dat jij moet filmen. Ja, ik wil er ook in. Volgens mij de kinderen thuis hoe, ook. Hoe heet dit slijm? Ja, ik... Jelly. Jelly. Jelly buff, of zo. Ja. Het is ook inderdaad echt een beetje dat drapperig, hè? Ja. Weet je waar ik dan meteen aan moet denken? Nee, vertel. Hoe ruim je dit ooit weer op? Ja, de badkamer is beneden. Ik denk dat gelijk aan. Laten we ons hele bad vullen. Ja, goed idee. Oké, de volgende. Ja. Het volgende dier wat jullie moeten zoeken is een haai. Een haai. Een vissenstaart. Voelen. Wat? Ruikt, hè? Haaien bijten. Hier weer een eentje. Ik denk ook dat er een eentje komt een keer. Ja, ik voel dit is de unicorn. Eentje. Ik voel ook nog iets geks of zo. Ik weet niet wat. Je moet een vissenstaart of een vin. Ik voel helemaal niks. Nee, hij heeft een haai. Wat heeft een haai? Tanden. Nee. Tanden en een staart. Een vissenstaart. Waar zit hij dan? Smal. Ik voel iets heel plats. Ik zie allemaal kleurtjes, maar dit is volgens mij geen haai.
Nog 10 seconden, hè? Anders hebben jullie allebei geen punt. Waar is hij? Nog 5 seconden. Nee. Wacht. Nog 5. Volgens mij heb ik hem. Jij hebt hem. Heb je hem? Hey. Is het hem? Ja. Oh, net binnen de tijd. Ik ook, maar niet te laat. Oh, 2 punten voor Saar. 1 punt voor mij. Ik moet echt een tandje harder. Dus doe je best, hè, want dan kun je deze mooie schatjes winnen. Ja. Ja, mooie, lekkere schatjes. Lekkere. Ik ben er nog even glad aan het maken. Even glad. Dat je zo weer lekker in kan duiken. Ja. Of de wasmachine-methode zo. Een soort swirl. Oké, volgende ronde. Oké, volgende ronde. Ik moet mijn best gaan doen. Het volgende dier wat jullie moeten zoeken, en daar krijgen jullie weer 1 minuut de tijd voor. Is een flamingo. Ik heb hem niet gekregen. Zit hij erin? Hij zit erin. Een flamingo. Haal de goeie eruit, hè. Anders is het een strafpunt. Die staat op 1 voetje. Ja. Wacht. Een flamingo staat op 1 been. Volgens mij. Nee. Ja. Wat goed. Ze heeft er gewoon. Ik zat te denken aan een beetje zo'n snaveltje. Ja, ik zit te zoeken naar iets op 1 poot. Een bol snaveltje en zo'n vleugeltjes. Ja, nee. Ze heeft het gewoon weer goed. Haha. Ja. Je moet wel weten je best doen. Ja, ik zoek naar zo'n pootje. Zo'n een pootje. Hij staat altijd zo met 1 ding. Ja, nee, deze die was gewoon lekker aan het zwemmen. Kijk. Ja, hij is gewoon lekker aan het zwemmen. Hij staat niet op 1 poot, hoor. Hij staat altijd op 1 poot. We zijn laatst nog in de dierentuin geweest. Toen stonden ze echt op 1 poot. Toen stonden ze wel op 1 poot. Ja. 3 punten voor Saar. 1 voor mij. Het goud gaat hoeveel is het? Ja, 3-1. 3-1 al? Ja. Hoe beter je best doen? Ja. Zijn er totaal 7 dieren. Ja. Maar het kan nog. Ja. Het volgende dier wat jullie moeten zoeken is... Een zeepaardje. Wat? Een zeepaardje? Een zeepaardje. Zeepaardje. Kunnen we ze niet gewoon roepen? Die zijn toch heel... Dat is zo'n hele platte. Ik doe echt mijn best. Je doet je best. Ja. Is het ja. Een... Zeepaardje. Ik zie hem niet. Echt, Saar is nog lekker aan het zoeken. Oké. Ja. Heb je hem ook? Ja, maar hij zat erin. Punt voor mij. Ja, je loopt weer in. 3-2. 3 punten voor Saar. 2 punten voor mij. Nog 2 rondes. Oh, dus ik moet ze allebei winnen ja. Nu. Ja. Hebben we al een schildpad gehad? Nee. Ja. Wel. Oh, hebben we die al gehad? Oké. Jullie moeten nu op zoek gaan naar een octopus. Tentakels. Naar tentakels. Slierkou. Ja, koude hoek in het bad. Houden octopussen van koude vorm. Ja, dat weet ik ook niet. Je kunt ook niks zien, hè? Anders zijn er nog een beetje aan het gluren. Heb je nou? Nee. Dat is niet goed. Een octopus. Tentakels. Helaas, Saar. Heb jij hem wel? Denk ik. Ja. Is dat hem? Het is een... Ja. Ja. Het is een octopus. Nou, wat goed. Nee. Het is 3-3. Het is, ja, het is 3-3. Oh. Dan wordt de laatste ronde echt heel spannend. Ja, de allerlaatste ronde. De finale. En degene die hem dan wint, die heeft de schatkist. Oké. De finale ronde. De finale. Wie gaat er winnen? Jullie moeten op zoek gaan naar een kikker. Een kikker. Het is wel moeilijk. Heel moeilijk. Maar hij zit erin. Een kikker. Ik voel de unicorn. Waar komt een kikker zitten? Ik voel het zeepaardje. Is dit een kikker? Nee, dit is geen kikker. Ja, kies de goeie. Komt bij mij. Is het een kikker? Kikker. Een kikker. Nog 30 seconden. Nee. Ja, sorry. Nee. Hij zit erin. Nee. Echt, weet je heel zeker? 100%. Hè? Waar zit hij? We zitten hier ook niet. Ja, hij zit erin, 100%. Ja? Ik heb hem losgelaten. Nee, dit is hem niet. Dit is die flamingo. Nee. Ja, ik heb een kikker. Hij is hem? Ik heb een kikker. Even kijken hoor. Ja, hij kikt hem. Het is hem. Jullie hebben nog geen kikker erin gestopt bij mij. Jawel, hij zit 100% in. Zoek je wel op hij moet erin zitten. Dus zeepaardje. Volgens mij is... Oh, ja. Zie je nou wel. Hij zat er gewoon in. Als cadeautje krijg je van mij een beetje rood erbij. Oh, wauw. Kijk, kan je een beetje mengen? Of wil je ook nog een schatkist? Ja. Ja. Kijk eens. Anders zet ik hem hier even neer. Kan je hem straks lekker opeten. Ja.
Nee, ja, je krijgt er één. Ik denk dat Janna en Bram ook eentje willen, papa. Ja, dat wil ik ook. Je bent de terechte winnaar hoor, van deze slijmduik challenge. Ik vind het een leuke challenge. Ja, toch? Ja. Gaan we gewoon nog een keer doen. Ja. Ja, maar met andere dingen. Ja. Misschien ook wel andere kleuren. Oh, ja, want je kan wel mengen. Kijk, je kan echt... Dit wordt een beetje roze, zie je dat? Roze, paars, een soort rainbow. Maar kijk, dit is echt paars en dan hier zo... Ja. En als je het bij mij mengt, kijk, dan wordt niks. Want dan heb je gewoon deze kleur. Die verdwijnt helemaal. Ja. Hé, hey, vond je dit filmpje nou leuk? Geef dan een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal onder deze video. Maar ik duik hem nog even in het slijm. Ja. Lekker. Wil je ook nog even? Ja, lekker. Ik kom er ook even bij. Ja, ik doe even mijn badkleding aan.